Oh, je hebt geen heilige olie. Nee, zoals ik het zeg, ik heb geen heilige olie. Ja, zal ik in de keuken wat olijfolie gaan vragen? Gerda, alsjeblieft. Ik bepaal of jij komt. Ja, dat zijn een van die extra's die we te straks besproken hebben. Dan moet ik bijbetalen. Ja. Hoeveel? 75 euro. Amai, duur zaad. Ja. Wat zal dat doen nou? 11 uur of zo. Denk jij dat ik zoiets zou doen? Ik weet het niet. Wat denk jij? Dat is een moeilijke afweging. Ze gaan stoppen met de chemo. Slaat het niet aan? Slaat het niet aan? Jawel. Je bent kankervrij. Kop niet meer op tv zien. Tenzij hij ergens over de grond rolt. Stil, dat jullie moeder. Pa. Zie maar dat dan nooit iemand hoort. Jij mag het praten, hè? Je ziet het kijk hoe het. Nee, niet mijn kasteel. Trouwens, zo goed uitzien, je hebt toch wel een lief? U was heel veel. Ik heb mij nogthans laten vertellen dat uw man en Guy van Esten goed bevriend waren. Er staan een paar mensen van de pers. We moeten even overlopen wat je gaat zeggen. Niks. Er zijn beelden van het incident. Ja. We moeten ervoor zorgen dat ze uw versie publiceren. Geen commentaar is nu echt het slechtste wat je kunt zeggen. Is ik lang weg? Kijk, het is bijna weekend, hè. Je wordt morgen vroeg wakker en je beseft dat je niet naar je werk kunt komen omdat je familiale problemen hebt. Je draagt je taken over aan mij. Ja, wat je dan de rest van de dag doet, dat is vrij in te vullen. Zeg, over zijn intelligentie kun je misschien twijfelen, maar toch niet over zijn gevoelens, hè? Elske, toch? Dat is zo raar. Het is alsof jij gewoon ook bij mij bent. Of dat je zo bij mij... hier naast mij staat en mij vasthoudt. Overal zie en voel ik ons. Ik ga je zo missen. Van de season is verwezen. Ik kan daar niks aan veranderen. Maar als een jurylid het niet met opzet vindt of met voorbedachte raden, dan moet hij nee antwoorden op die vraag.